Eindelijk de takken versierd. Nou, en in die kunstplantje staat ook nog even het een en het ander. En ook in deze plant staat het een en het ander. Vier, drie eieren en een kapot eitje als mandje met een kuikentje erin. Ja. Ja, lieve vrienden, dat zijn sterren en die zijn zo ontiegelijk fel. Dat is gewoon verschrikkelijk, zo ontzettend fel dat die zijn. Hele, hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag. Ja, de tijd houdt geen schoft. Nee. Het is de 27e van de 2e 2023 en we leven om 13:51. Ik spring net over op 51. Dus ja, het is lekker middag en ik was er net even boven aan het scharren, want toen ging de telefoon en dat was onze Mary. Ja, of ik al wat gehoord had voor mijn booster en als ik al wat gehoord over nieuwe huishoudelijke hulp. Nee, nou twee keer nog niks. Nee, het wordt wel weer een keertje tijd hè, dat we daar wat van horen. Maar ja, daar zal ik morgen met Erwin over praten, want dit duurt mij te lang. Hij moet er echt achteraan. En ik ga straks zelf wel weer achter welzorgen gaan vanwege mijn scootmobiel. Dan gaan we straks bellen, maar ik ga eerst even lekker mijn meisjes lopen en doen. En ja, zie ik wat moois, dan heb ik die wel. En anders hebben we pech. Ja, het is wel trouwens prachtig mooi weer. De lucht is blauw. Ook, ja, boven zee zie ik wat wolkjes drijven, maar nee, niet... Qua betekenis dat het slecht weer gaat worden hoor. Nee, dat niet. Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. En daar hou ik van. Ja, daar geniet ik van. Enkel achter de ramen kan ik daarvan genieten. Dus wij gaan er straks wel lekker even op uit. En ja, we zien wel waar het schip gaat stranden. En waar het schip strandt. Nou ja, als het schip al strandt, dan zal ik natuurlijk filmen. Hè? Ja. Dat weten jullie wel. En ja, merk zie ik niks, dan heb ik pech. Ja, kan er niks aan doen. Ik heb ook al een paar dagen geen shorts gemaakt. Mijn short staat wel al in de wachtrij, dus dat vind ik niet zo ramp. Maar vlogs, ja, ik moet elke dag sowieso een vlog in elkaar zetten, anders hebben we de volgende dag niks. Juist, want nu, vandaag, om 2:30 komt er eentje weer online en morgen heb ik niks. Dus ik moet eigenlijk weer een voorraadje op zien te bouwen. Maar ja, ik heb meer te doen dan niks. Ik heb ook andere dingen te doen, zoals mijn huisje schoonhouden. Want we moeten hier ook weer vandaag een stofzuiger door de kamer heen. Dus, want er ligt weer haren en andere troep van buitenaf. Dus dan weet je het wel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, genoeg te doen. En ik denk ook wel bij jullie... En dat jullie niet denken, mijn kennis zitten om naar filmpjes te kijken, er valt meer te doen dan niks. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je dag, doe je ding die je doen moet, of die je doen wil, of wat dan ook. Doe het gewoon, ik moet ook doen. Ja. En dan kunnen ze misschien wel weer zitten dat ik alleen maar zeggen dat ik binnen zit. Ja, je huis moet toch ook schoon blijven, of ga je erop uit en... De kaboutertjes doen, ik weet het niet hoor, maar bij mij niet, nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer eventjes, ja. Nee, jij blaft alleen nog maar. Daar staan twee eitjes in. Zoals jullie zien. Hier staat het in. Daar ligt nog allemaal een paar spulletjes. Moet ik nog even mee aan de gang, want er was wat stuk, had ik gezien, dus moet ik even maken. En ik heb de takken versierd. Nou, en in die kunstplantje staat ook nog even het een en het ander. En ook in deze plant staat het een en het ander. Drie eieren en een kapot eitje als mandje met een kuikentje erin. Ja. En aan deze lamp hangen er ook eitjes erbij. En de lamp boven de eettafel, daar hangt
ook me sleert weer aan met eitjes. Dus ja, dat dus. Ik ben druk bezig. Ik heb al gestofzogen. Op de aanrecht leggen nog schuursponsjes. Ik heb ook het vuil gedaan en de oude krant heb ik opgeruimd. Dus ja, helemaal druk bezig. Ja. En daar zit een paar stukje in en daar zit ook een paar stukje in. Maar ik moet ook die bloemen weggooien, want die zijn ook op. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Tenminste, een heleboel bloemen zijn op. Ik moet er even kijken wat ik kan houden en wat weg kan. Dus. Nou ja, en dan moet ik het paarskleden zien te vinden. Ja, ik heb er eentje in de la. Een paarszeil. Maar ik moet er ook eentje hier al hebben. Ja. Jullie zijn Woutje. Jullie zijn een Woutje. En jullie bent ook een Woutje. Zijn jullie lief? Ja? Jij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga weer verder aan deze kant. Ik heb ook Karin alweer aan de telefoon gehad. Die was onderweg weg naar Duitsland. Dus ja, weer even de maandelijkse boodschappen doen, moet ook gebeuren. Hé, ja nou? Ja. Dus ik ga hier verder en als we weer een stuk verder zijn, laat ik het wel weer even zien. Maar ja, het moet toch gebeuren, hè? Ja, echt waar. Dus lieve vrienden, geniet ze van het prachtige mooie weer en geniet een beetje met mij mee. Ken ik ook hoor. Piet Piet. Hé? Mevrouw Piet Doos. Ja. En hier ligt er zo lekker bij. Nou ja, ik ben klaar, lieve vrienden. Ik ga jullie dat al laten zien, dit hoekje. En ik ga de lamp al laten zien. En de lamp over de tafel. Maar dit allemaal nog niet. Ja, ik heb ook een lekker bakje koffie. Ja, en ook hier heb ik er een kleed op, hetzelfde, net zo heen. Meer, ik leg ze nou nog, die moet ik nog maaien, maar daar kom ik vandaag niet meer aan toe. En ook daar heb ik een paar stukjes, maar die tak die was gebroken. En ja, ik heb hem geprobeerd weer te maken, maar hij had nou scheef naar voren. En dat vind ik ook niet zo heel erg leuk. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer mee. Ja, het takje was gebroken. Dat behoort recht te staan. Zo. Ja. Dus dat dus. Ja. En nou. Moet ik nog zien dat ik eten krijg? Ik draai jullie even om zometeen. Ja, eerst hij. Dan die. Zo, daar waren we er weer. Maar in ieder geval, is die nou uit? Nee, hij doet het nog wel. Ik zie allemaal rare dingetjes. Maar het zal. Ik zal wel weer ergens aangezeten hebben. Ja, dat gebeurt wel vaker. Maar in ieder geval, dan moet ik zien dat ik aan mijn nog eten klaarmaak. Maar ik weet niet wat, ik zou spruiten klaarmaken. Maar daar zit zoveel werk in. Om, dan moet je al die jasjes afdoen in een kruisje of een streepje zetten in het kontje. En dan moet het nog koken. Dus ik denk gewoon, ik neem gewoon een potje met groenten. Dat is wat sneller klaar.
En ik heb ook vlees, dus ja, even bakken straks. Ik ga even lekker bakken koffie doen en even wat voor mezelf doen. Ja? Dacht al, hoor wat, maar wat? Nou, dat is meneertje Kandalf. Ja, maar die is al buiten geweest. Ja? Ja? Meneertje Kandalf is al buiten geweest. Hé? Hé, Jodokus. Ja? 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 Je bent al buiten geweest, hè? Ja, echt waar. Maar oké, lieve vrienden. Ik hou er weer even mee op. Ik wou dit jullie even laten zien. En ik ga nou even wat voor mezelf doen. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik sta weer op het punt de meisjes uit te laten. Daar ligt er een en daar zit er een. Het is al reeds 18:51, dus het loopt tegen 7:00. Ik gebruik mijn mobiel, want mijn camera die ligt daar. Want mijn geheugen was weer zo goed als vol en ik had ook niks meer om te herinneren. Dus ja, moet ik hem even leeg halen en daar is hij nou aan het doen. En dan kan ik in die tussentijd even de meisjes uitlaten. Ja toch? En wat is die mooie? Joe! Ik ben er helemaal blij mee. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Fijne avond trouwens. Ja, ook dat nog. Nou, toedeledokies. Ja, lieve vrienden, dat zijn sterren. En die zijn zo ontiegelijk fel. Dat is gewoon verschrikkelijk. Zo ontzettend fel dat die zijn. Welke twee het zijn, weet ik niet. Ik zie natuurlijk al meerdere sterren, maar in die omgeving helemaal niet. Boven me wel. En ik zie de maan ook. Maar ik vind die zo ontiegelijk bar fel. Echt, het is vreselijk hoe fel die staan. En daar hebben we de maan en nog meer sterretjes. Ja. En dus. Ja, dat dus. En ik zal even uitzoomen. De meiden die staan hier voor me. En we zijn aan de loop, aan de wandel. En het is nog niet laat hoor. Nee, ik geloof tegen 7:00 of zoiets dergelijks. Dus, we gaan even verder en dan zometeen een hapje eten. Ja, lieve vrienden, ik ga mijn jas even aandoen en ik pak dat rodding even en ik zees naar de dijk met mijn mobiel. We gaan kijken of we hier het Noorderlicht ook nog kunnen zien. Gisteren bleek er een aantal foto's binnen zijn gekomen op Facebook van het Noorderlicht hier vanaf de dijk. Ik heb het nog nooit van mijn leven meegemaakt, dus ik hoop zo. Sowieso voor mezelf al, maar ook voor jullie, dat ik het mag zien. Daar neem ik mijn mobiel ook mee, want hier met dat ding lukt dat gewoon niet. Simpel, dus met een mobiel gaan we het proberen. Lukt het niet dat er niks meer te zien is, ja dan hebben we pech en anders hebben we geluk. Dus toi 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 toi. Dus ik zeg het tot straks. Ja, wil er eentje erin. Ik ben net thuis trouwens, maar de meisjes willen er weer in. Kom maar, Rijka, waar ben je? Rijka, kom gauw, want het is oh zo koud. Ik was ook helemaal verkramd dat ik thuis kwam in zere handen. Maar ja, wat wil je als je naar de dijk gaat, hè? Ja,
Terwijl het hartstikke koud is. Echt, je wilt niet weten. En ik ben nog steeds met een vlog bezig en het is al 23 uur. Ja, het programma dat staat wel klaar, maar ik moet alles er nog in zetten. Filmen kon niet, maar foto maken wel. Ja, en dat is gedaan voor mij, want mijn vingers die stonden al zo. Doe ik mijn hand toen uit, gelijk zo, hè. Nou, echt niet normaal meer. Ik ga nou lekker een wijntje inschenken voor mezelf. En een bakje koffie erbij, kijk, warm worden. En dan, ja, dan ga ik toch wel met een vlog beginnen. Hey, klaar nu. Moet dat zo? Zo hard? Ja, nee, weg. Ik vind dat niet lief. Jou ook niet. Klaar nu. Hou op. Nee, jij ook. Naar de bank. Naar de bank. Naar de bank. Nou. Pas op. Denk dan. Ja, jij moet eruit. Nou, kom maar. Zo, hè? Ja, lekker een bakje koffie even. En een wijntje erbij, kijk warm worden. En rap aan de gang met een vlog. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Ik sluit gelijk deze dag af met jullie. Want het, ja. Ik moet helemaal bijkomen. Ja, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Degene die nog opblijven. Degene die zometeen aan het bed toe gaan, wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ga weer die kant op. Want het schijnt nou nog veel mooier te zijn. Dus ik ga er weer vliegvlug heen om te proberen om nog meer foto's te maken. Het kan enkel maar met foto's zover ik weet en niet filmen. Dus ja, die foto's komen allemaal in de vlog terecht. Ik zou zeggen, tot straks.
Ja, lieve vrienden, ik ga voor de tweede keer voor vandaag afsluiten. Ja, ik had al afgesloten, maar het kwam de dijk ertussen met het Noorderlicht gebeuren. Ik heb, zover ik weet, 1 goede foto, maar het is heel wazig te zien. Omdat we zitten zo ver weg daar vandaan, maar het was wel te zien. En dan legt het er ook nog aan wat voor camera je hebt, et cetera. Er zijn ook mensen die hebben hele goede foto's weten te maken, maar ja, met wat voor camera. Ik bedoel, deze is al een goede neem, maar die zijn nog beter. Dus ja, daar kan ik niks aan doen. Sowieso hacken dus één. En dat moet ik nog even uitzoeken. Het staat allemaal nog op mijn mobiel. Maar ja, ook voor vandaag staat ook nog mijn camera verder. Dus het komt allemaal wel goed. Ik ga er nou een einde weer aanbreiden. Dus ik zeg, lieve vrienden, nogmaals wat rusten, want het is al laat hoor. Ja. Mijn vlog die staat ook nou net, die is nou aan het uploaden naar YouTube toe. 36-37%. En het is 2:55 in de ochtend. Dinsdag. En ik moet nog slapen, dat zien jullie. Dus ja, dat dus. Ik gooi de meiden maar even de tuin in, want ik ga de kou niet voor een derde keer nou in. Want ik heb het nog steeds koud. Kun je nagaan. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie nacht rust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.